Het parlement is gisteren begonnen met de behandeling van de wet Nationaal Productiviteitscentrum. Dit centrum moet leiden tot verhoogde productie bij zowel de overheid, het bedrijfsleven en alle andere maatschappelijke groeperingen. De commissie wordt voorgezeten door NDP-parlementariër Amsat Abdul en de leden zijn Jenny Warsadi-Krommo, William Waidu, Riyad Noor Mohammed en Jennifer Vreedzaam. We brengen u enkele indrukken van de vergaderdag. De belangrijkste randvoorwaarde, dat is mijn ervaring, blijft 1. Goed bestuur en 2. Productiviteit van die mensen zelf. Want je kan een gebouw hebben, maar dat gebouw gaat niet produceren. Het zijn de mensen die gaan produceren en natuurlijk de randvoorwaarde goed bestuur. Laten we een leuk voorbeeld nemen, dat is een leuk voorbeeld, de cassavefabriek. Een heel moderne fabriek, ja, maar die produceert niet. En dat heeft gewoon te maken met wat ik hier zeg, goed bestuur en de mensen. Het heeft ook te maken met de houding. Het is een houding. Het is het gedrag. En daarom, wanneer we praten over productiviteit, voorzitter, zeg ik altijd, het is de houding om zaken op een correcte manier uit te voeren. We kennen die verhouding, input en output. Maar we moeten dingen zo correct mogelijk uitvoeren, tegen gering mogelijke kosten, in de kortst mogelijke tijd, met een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de consument en de arbeider, zo groot mogelijke satisfactie, zo groot mogelijk financieel voordeel en met zo min mogelijke schade voor het milieu, voorzitter. Riyad Noor Mohammed en Raymond Sapoen over de voorwaarden die geschept moeten worden als de overheid daadwerkelijk de productie wil opvoeren. Abdul zei dat de regering reeds miljoenen heeft geïnvesteerd in zowel onderwijs als de gezondheidssector. Deze investeringen komen het productiviteitscentrum ten goede. Ook arbeidsminister Suharto Mustaja kwam aan het woord. Een ander heel belangrijk punt is, voorzitter, dat de NPC juist komt om te onderzoeken, om best practices aan te raden, om te zorgen voor eigenlijk zaken in samenwerking met de private sector, om de productie bij de private sector te doen toenemen. En daarbij zal er natuurlijk rekening worden gehouden met het meerjaren ontwikkelingsprogramma, met beleidsprioriteiten in de begroting. Ik denk dat we misschien vooraf kunnen vaststellen van dat we moeten gaan werken aan bijvoorbeeld de agrarische sector, het toerisme, noem maar op. Maar dat wanneer het centrum daar komt, dat de behoefte gaat bepalen in welke richting het centrum haar werk moet doen. En die vrijheid heeft het centrum wel. Ten aanzien van de rapportageplicht, gevraagd door geachte lid Abdul, om dat verder aan te scherpen, geen probleem. Dus we gaan daarmee akkoord. En dat inderdaad er een goede monitoring moet plaatsvinden, omdat wij willen voorkomen. Ik kan me voorstellen dat wij ook het gevoel zullen hebben van ja, maar gaat het niet mislukken? Want we hebben al zoveel gevallen van minder succesvol. Maar moet je dan, omdat het minder succesvol is, dan over gaan zeggen, nou ja, dan doen we dat niet. Parlementariër Amsat Abdul en arbeidsminister Suharto Mustaja gisteren in het parlement tijdens de behandeling van de wet Nationaal Productiviteitscentrum.